להם את האום תומרו, אז הם יפרט הרעים שלי. זה תסגר עבור. Dames en heren, hop. Wilt u uw telefoon en uw Zoom-verbinding uitzetten? Dames en heren, groetje van Zieherer, vrienden, bekenden, familie. Het is mij een grote eer en een onuitsprekelijk genoegen u vandaag te begroeten in de Rode Bioscoop te Amsterdam bij de boekpresentatie van twee bundels, één poëziebundel en één muziekbundel, van de 96-jarige Jiddische dichteres Rivke Basman Ben Chaim. Ik zal u eerst voorstellen wat het programma zal zijn en vervolgens zullen we het programma uitvoeren. En daarna zullen we samenvatten wat het programma... Nee. Me werd koeidem kolwazen die programma. Ze zijn een twee bigger, woest me werd presenteren. Bij Amphora Books verschenen Rijken naar de tijd, een bloemlezing samengesteld en vertaald en ingeleid door mij van Jiddische gedichten van Rivke Basman Ben Chaim. En vier van deze gedichten zijn nu liederen geworden, gecomponeerd door Antoine Omen hier aanwezig en uitgegeven bij Ascolta Music Publishing. Koedem kol, we zijn aan een Rijnvier wegen Rivkes leven in Scheverischkeit. Aan de hand van vier gedichten zullen wij Rivkes leven en creativiteit voor het voetlicht brengen. Daarna zullen we spreken via een live Zoom-verbinding vanuit Israël met Daniel Galai van de uitgeverij Hey Levik, een van de belangrijkste Jiddisch-talige uitgeverijen op het moment. Antoine Omen en Helene Omen zullen de vier liederen die in deze bundel ook naderhand te koop zullen zijn uitvoeren. Zes gedichten zullen in het Jiddisch en Nederlands worden voorgedragen. Gloria Fein-Makkink is vandaag niet aanwezig in Amsterdam, maar zij zal digitalerheid act de présence geven. Wij zullen samen enige gedichten voordragen. En de eerste exemplaren zullen worden uitgereikt aan Justus van de Kamp van het Jiddisch-Nederlands woordenboek. Daarna is er gelegenheid tot het kopen van boeken en drank. We hebben een onheid met Naraanvier. Voor diegenen die het Nederlands nog niet machtig zijn, wordt er af en toe ook Jiddisch gesproken. In de tweede helft van het programma zal het ook worden ondertiteld. Rivke Basman Ben Chaim is geboren geworden op 20 februari 1925 in Wilkomir in Litte en woont hand in Herzliya in Erzisruel. Wenn sie is noch darum gekommen, herangekommen in Erzisruel, hat sie gich gefunden den Zugang zu a Schreiberverband Jing Yisruel, arum dem baristen Dichter Avrohom Sutzkever. Und der Verband von jüdischen Schreiber in Journalisten in Erzisruel hat gegründet an eigenem Verlag, was man rief dem Hey Levik Verlag. Tussen 1959 en 2021 heeft Rivke 13 bundels
het licht doen zien. Twee delen verzameld werk, die u hier op het bureau kunt zien liggen. En in de afgelopen jaren nog een paar gedichten, bundels, waaronder Ablyung in Asch, 2021 verschenen bij het Helevik Verlag. En het bijzondere aan deze bundel is dat in deze bundel voor het eerst de gedichten die zij in 1943 in het concentratiekamp Kaiserwald bij Riga als 18-jarig meisje heeft geschreven, zijn gepubliceerd. Dat is het eerste keer dat ze het veröffentlicht op die Milchomeliedern, wat ze had geschreven in KZ. Ik heb zojuist de verkeerde bundel aan u getoond. Dit is de juiste bundel. Zat's mir Meuchel, God niet gekend zijn, mag met zijn laptop. Wij presenteren vandaag dus een bloemlezing uit haar hele werk, inclusief deze gedichten uit de oorlog, en de vier gedichten die door Antoine Omen op muziek zijn gezet, waarvan de tekst zowel in de Amphora bloemlezing hier te zien, als in de liederuitgave van Ascolta te vinden zullen zijn. Deze vier gedichten wil ik u voorlezen, omdat ze ons veel vertellen over de dichteres en haar biografie en haar dichterlijke ontwikkeling. Het eerste gedicht heet Trappen. Ze schreef dit als 18-jarige in Kaiserwald. De zon is helder, de zon is anders dan trappen verzonken in pijn. En elke trap een dag van dwalen die mij laat slepen zonder eind. Cementen trappen, grauwe trappen verslinden al wat spreekt van geluk. Ik sleep mijzelf en mijn verdriet vroeg 's ochtends heen en 's avonds terug. Zal ik ooit in het voorjaar bij de laatste kunnen blijven staan en uitroepen met heel mijn hart, geen trappen meer om op te gaan. Sie hat übergelebt dem Krieg, en nog een krieg, nog een paar jaar in Belgrade, is ze gevoeren ken Erzisruel. En in dat Israël zou zij ook over deze donkere periode die zij als jongvolwassene moest meemaken blijven schrijven, maar op een manier die zelden expliciet wordt, maar eerder impliciet en daardoor des te indringender, tastbaarder. Het gedicht In het venster. De verloren vrienden dwalen op avondelijk blauwe gebergen. Ik zie ze van achter mijn ramen en roep naar hen uit de verte. Die vrienden die hier niet zijn, weten waar mijn venster in de avond wacht. En één voor één voel ik hen komen in het blauwe uur voor de nacht. Jeruzalem, ofschoon niet de woonplaats van Rivka Basman Ben Chaim, verwoordt het gevoel dat velen die aan de gruwelen van de oorlog ontkomen waren, beving toen zij de heilige stad voor het eerst met hun eigen ogen aanschouwden. Jerusalem, Jeruzalem. Volhardende stammen en stenen geloften verenigen samen de vonk van beloften. Een zonnig verbond zingt over de stenen en kinderlijk jong weerklinken voorheenen. Stenen uit alle verspreide wijten ontvouwen het zicht op een toren van goud, waar iedere bouwsteen beladen met tijden, zowel de zon als de storm in zich houdt. Vol vruchtbare zaden glanzen de velden en vol plotse tranen het oog van ontstelden. Dit waren alle drie vrij vroege gedichten. Rivke had keimel niet opgesteld te schrijven. Ook jetzt, in otem juris der schienen na Nijerband. Gedichten van Rivke verschijnen tot op de dag van vandaag. En dit is een gedicht uit de jaren 80, waarmee zij het best haar ars poetica onder woorden heeft gebracht. Het heet Als je kunt.
Als je kunt en je wil, wordt het rustig en stil. Wanneer het zo goed wordt, zo licht, dan zingt het vanzelf. Zingt het over zichzelf. De klanken gaan op in de eigen rust. Zelden ontvouwt zich zo'n rustige rust. Graag ging ik daar vaker naartoe. Als ik wist waarheen en hoe. Duiven bij de bron bij de uitgeverij Jutla met Perrets. Was de eerste uitgave waarin Jeruzalem verscheen. Verspreide kralen in 82, daarin verscheen Als je kunt. En Opbloei in as, deze keer toon ik het juiste boek, Ablijung in Asch, 2021, verschenen bij de uitgeverij Hey Levik, is de eerste keer dat Rivke deze gedichten uit de oorlogsjaren heeft gepubliceerd. We zullen nu vanuit Israël Daniel Galay spreken. Daniel spreekt nog geen Nederlands. We horen hem al op de achtergrond. Hij is lastig om te introduceren, omdat hij bijna alles doet. Hij is componist, schrijver, dichter, journalist, dramaturg en een docent van wie ik de eer heb gehad les te krijgen over Jiddische intonatie. Men ziet hem hier achter de piano en op de foto links naast Mike Boerstein. Wellicht kent deze en gene hem nog uit de jaren 80. En in het midden Rivke Basman Ben Chaim. Ik zal de vragen aan Daniel in het Jiddisch en Nederlands stellen. En zijn Jiddische antwoorden zal ik telkens voor de volgende vraag, een stuk of 4, 5, in het Nederlands parafraseren. Het Jiddisch daarna in dit programma zal ondertiteld zijn. Shalom, Daniel. Shalom, David. Siz akovet on a vergnigen, ach duze bagrissen, der ganze Saal is hübsch umgefüllt, in mir freien sich, als mir kennen sich als euch mit euch bekennen in mit der Arbeit von dem Hey Levik Verlag. Was macht ihr? Fein, ich koche a größe Covid für mir, zu sein mit dir und mit dem Publikum, weil es eine spezielle Gelegenheit gewidmet der größten Poetesse Rivke Basman Ben Chaim, der Jonte von uns allen. Het is een feestdag voor ons allemaal, zegt Daniel. Daniel, ik weet niet waar was der Eulam lacht. Meert mich geht oder meert mich im Ganzen gar nicht? Men ken eich seier geht herren, es ist alles klar. Daniel, goed. Ik wil kooit om kort vragen af Nederlanders, daar nog af Jiddisch. De meesten hebben in de afgelopen jaren het Jiddisch leren kennen door series op Netflix, zoals Stiesel of Unorthodox. Maar dat is het Jiddisch dat wordt gesproken in de vrome wereld. Hoe is het Jiddisch vandaag de dag? Wat kunt u vertellen over de hedendaagse wereldlijke Jiddische cultuur? Was kennt ihr uns als der Zeilen wegen der handzeitiger, weltlicher jiddischer Literatur? Und was ist die Rolle von Eier Verlag, der Hey Levik Verlag, darin? Gut, man darf abteilen die Rolle von unserem Verlag, wegen welcher ich will bald reden, und der Matze, der allgemeine Matze in dem weltlichen Zyber in Israel, ja, a fakt is, as I said, it's a very great role that is organized through Facebook sites and with Rikse Chois and with Sucht, the Chroines from the Vergangenheit and jeder Pitzele and Brekele, the Korn from the Kindheit, hat a großen Wert, ja, und Menschen freuen sich. Mensen willen ze in de 1960er, 70er jaren, als ze freuen zich als ze veel, als ze verstehen, als ze niet nur een individuele zichon,
Sikorn, als wissig wegen ein kollektiver Sikorn. Und mit einer größten Vergnügung und es gibt eine Sicherheit. Man darf verstehen, als in der Vergangenheit ist es also nicht gewesen. Man hat nicht getort, auslegen, als solche Schwachkeit gefielen, einzutormen und mit tut es. Aber ich wollte gesagt, dass das ist nicht im Zentrum von israelischen Leben. Im Zentrum sind wir stark vernommen mit laufenden Sachen und so weiter. Aber unser Verlag spielt. Ja. Ich will jetzt paraphrasieren, was ich heute bis jetzt gesagt habe, und dann noch, weil wir hören wegen dem Verlag. De hedendaagse Jiddische cultuur in Israël is niet alleen een cultuur van individuele herinnering, maar ook van collectieve herinnering. En in de afgelopen jaren heeft die herinnering een steeds centralere plek ingenomen in het hedendaagse Israëlische cultuurlandschap. Een belangrijke rol daarin wordt gespeeld door het door Daniel geleide Hey Levik Verlag. In was is met der rolle, Daniel, van hem Hey Levik Verlag? Gut, der Levik Verlag ist ein Teil von Levik Heus und die Tätigkeit von jüdischen Schreiber- und Journalistenverband. Das Heus existiert schon 50 Jahre und wir sind ein direkter Emschech von den jüdischen Schreibern, welche sind gekommen von Polen, von Russland, von Rumänien, noch im Krieg, ja, in verschiedenen Qualen. Sind da solche, welche sind gekommen, Fahrenkrieg. Und wir haben bewiesen, dass ein Hemmschicht, eine Kontinuität ist möglich. Und im Zentrum von der Kontinuität ist das Herausgeben neue jüdische Bücher. Das wollte ich meine zweite Frage, weil ich kann mich paraphrasieren nach Ihrer Antwort. Hey Levik Uitgeverij sieht sich als ein Verband mit als Zentralbegriff Hemmschicht. Oftewel het vervolg. Maar het doet eppes modne in zaal, of dacht ze gezaald is besteden? Alles in orde? Ah, maar hakt in zijn chijnik. Nee, nee, het wordt werkelijk een chijnik. Oké. Okay. En Hey Levik bewijst door het simpele uitgeven van nieuwe Jiddische boeken dat een vervolg inderdaad mogelijk is. Er worden in hoog tempo nieuwe boeken uitgegeven. En enige van die boeken, daarover zal Daniel nu vertellen. Daniel, zei het zo goed. Wat voor bieger daar zijn en dan heel even verlaag? Goed, Miriam Dimarois, zij lieder, zij proze, erzählungen, essayen, meistens auf Jiddisch und einmal zweisprachig. Zwei Sprachen, Jiddisch-Hebräisch, Jiddisch-Englisch. Und wir haben Pläne für die kommenden Jahre. Eine Sachbücher, alt, wir wollen herausgeben. Wir geben mal uns drei, vier Bücher jeden Jahr. Und das beweist der Koach von unserer Kultur, sich zu beneien und sein relevant vor dem einseitigen Eulen. Auch vor dem Eulen, was versteht nicht kein Jiddisch. Aber wir bringen ihm ein Bild, was in ihm spiegelt sich ob sein Leben und die einzigen Probleme und der Koach und Warmkeit von Jiddisch. Die Kraft, die Lebenskraft von Jiddisch und das Vermögen, um sich selbst zu vernieuwen, nicht still zu bleiben stehen und auch eine Rolle zu spielen, die für die Maatschappij heden ten Dage von Belang ist, wird weerspiegelt door het gegeven dat de Hey Levik uitgeverij 3 à 4 boeken per jaar uitgeeft. Hey Levik Verlag is behoorlijk druk bezig, want afgelopen zondag was er een boekpresentatie en vandaag is Daniel hier bij ons. Het is een drukke aangelegenheid. De boeken zijn zowel proza als poëzie, als toneel en niet alleen eentalig in het Jiddisch, maar ook tweetalig Jiddisch-Hebreeuws, Jiddisch-Engels. Ja. En der Eulem kennen we ook bezigen, dus Levikhuis, niet zo? Het publiek kan het Levikhuis in Tel Aviv ook bezoeken. Ja, iedereen die planeert te komen in Israël, kan zich met ons verbinden en planeren voor ons ons bezoeken, zich bekennen met onze schrijver, onze activisten. Ik hoop niet dat de mond een ander genre, een wichtige, wat is
Dramaturgie. Ich alleine habe geschrieben 7 Bücher von Dramaturgie. Und das letzte Buch ist Moses schweigen nicht. Und ich nehme rein dort 14 kurze Pieces, was habe stark in Sinn gehabt, für Gruppen, die lernen sich Jiddisch und solche, welche kennen Jiddisch. Und sie will durchführen eine Vorlesung von etwas, was ist aktuell und neu und frisch. Ich bin sehr zufrieden, das habe ich es getan. Und ich hoffe, dass in der Zukunft Menschen werden lernen, die diese Gepieses. Einen Tag können wir zusammenstellen, eine Gruppe Akteuren von Australien und von Oxford und von Europa und Amerika und schaffen ein Ensemble zu spielen, ein Kammertheater. Aber es ist eine große Vorstellung. Wir können planieren von der klassischen und von einseitigen Autoren. Und unser Bemis, wir sind so stolz von das, was wir tun, aber wir nötigen sich stark in unsere Ambassadoren. Als Menschen in Holland, in den Niederlanden, in anderen Ländern, sollen positiv verspreiten die Idee, wenn Menschen wissen nicht, wegen unserer Tätigkeit, als es ist da als ein Verlag, als wir geben ein neues Bücher und ob Emitzer will ein Buch, er kann es zustellen zu uns und wir wollen herumtrachten, die Möglichkeit, das herauszugeben. Daniel heeft zelf enige boeken uitgegeven als dramaturg. Meerdere boeken met toneelspelen, waaronder het pas verschenen Moses schweigen nicht. Ik heb dat nog niet bekimmen, Daniel. Elle jo wilde ik dat doen gewissen. Moses schweigen nicht, een boek met 1 acteurs en met nadere toneelspelen over zeer actuele onderwerpen. In Daniels cursus hebben we laatst een toneelstuk over feminisme gelezen. Zeer actueel. En lekker bijtend, als ik het zo mag zeggen. En wat het Helevik Verlag ook nodig heeft, zijn ambassadeuren, diegenen die wijzen op het bestaan, op het hedendaagse belang van de Jiddisch-talige cultuur. En dat is precies wat we hier vandaag doen. Daniel, ik wil nog stellen 2 vragen. Wegen eine van die samen wichtigste ambassadorinnen, die de Jiddische spraak heeft gehad. En we hebben schefferigheid meer praven door hand. En dat is afwaarde Rivke Basman ben Chaim. Weil hier zijn Rivkes persönliche Freund. Und kennt ihr öfter für uns, eider ihr Leihend, ihr Salid, noch beschreiben die Rolle, die sie hat gespielt in dem Hemmschach von der jüdischen Sprache in Eretz Yisroel? Rivke Basman ben Chaim ist eine von den belangrijkste ambassadrices von het Jiddisch vandaag de dag. Und Daniel ist ein persönlicher Freund von haar und soll für uns die Rolle beschreiben, die Rivke in het vervolg, de Hemmschach van het Jiddisch in Israël, heeft gespeeld. Voordat we overgaan tot de voordracht van een van haar gedichten in het Jiddisch. En daarna zullen we muziek horen. Daniel, bitte. Gute Rivke, we kunnen zeggen, is die laatste van de groep schrijvers, was in een Eule gewen, bald nog een Churban, gekomen in Israël. En Mamschig gewesen zu schaffen auf Jiddisch. Rivke ist gewesen eine von sie, eine wichtige Schreiberin, aber sie gewesen andere Prosaiker, die haben geschrieben verschiedene Werke. Einzutage ist sie die letzte Mohikanerin. Man darf verstehen, dass die Menschen, welche sie können, im Land mit 50 Jahren, 70 Jahren zurück, sie wollten gekannt sein, hebräische Schreiber sollten gekannt beschließen, wir gehen rüber auf Hebräisch, und wir sind ein Teil von Land und mehr, und das Land wird uns mehr leihen und so weiter. Aber sehr innerlichen Gefühl, auch von Rivke Basman, ist gewesen, als nein, sehr weg von uns drücken sich, wie so viel ist. So gefühlt, als der Klang von der Sprache, die Reiches, die Kolieren, ob nicht ein Schum Vertreter, sie müssen sich ausdrücken auf Jiddisch. Und in dem Moment, wir wünschen ihr lange Jahre, wir können sagen,
Also Rifke Wasmann, dieser Punkt, in welchem es kommen sich zu neu, Menschen von Deutschland, von allen Ländern, aus Bayern ihre Schaffung und wie sich zuhören zu ihrem neuen Lied, zu jedem neuen Lied. Sie warten auf dem. Rifke ist ein von den letzten der Mohikanen, zoals Daniel zei. Een van de laatsten die geboren werden in het Oost-Europa van voor de oorlog en na de oorlog naar Israël trokken. En daar meenden dat het Jiddisch voor hen het juiste middel bleef om uit te drukken wat zij in de zin hadden. Niet het Hebreeuws, wat de taal van het hedendaagse Israël is geworden en is gebleven, maar het Jiddisch dat hen dierbaar was. En Rifke vormt nu in de Jiddisch-talige wereld zoals die nu is een middelpunt waarom allen zich verzamelen. Eén gedicht zullen wij lezen voordat we naar muziek gaan luisteren. Eén gedicht voorgelezen door Daniel, die ook een niet alleen dramaturg, docent, etc., journalist, schrijver, maar ook professioneel declamator is. Hij zal het gedicht Mit junge gemolte Bilder voorlezen, dat Rifke schreef over de tijd toen zij een galutze werd, oftewel een pionier in het Israël van vlak na de oorlog. Ik zal, Daniel, ik wil wazen dem tekst af een ekran, aber me wet eigenlijk nog als herren. En dan nog kimmen terug en gesegnen men zich. Goed. Ik kan onheben. Je kent onheben. Ja, ich habe bei uns geblieben, die Poeme zu der ersten Satz, was sagst, ich bin gewesen ein Chalutza. Ich allein bin Eule gewesen in der Kibbutz. Jahre später und in geringeren Zeiten, ich bin Eule gewesen in 1965. Als der Begriff Chalutza Pionier hat eine große Bedeutung für uns alle. Ich lehne vor. Ich bin gewesen ein Chalutza und nicht gewusst, was es meint. Gewusst bloß, ich lebe von das Nei. Gekuscht ein Blättele an ersten auf ein Zweig, ein Jungen. Gekuscht ihm in der Früh und bei Nacht ein Lied gesungen, was so die Träher behalten und gehiet die Fried. Wie so das Blättele gegeben, die Fried von Leben. Ein größen, größen Dank, Daniel, für ein Vorleinen aus dem Lied. Ihr seid herzlich, Burkhabe zu Mamschich zu sein, umkicken dem Livestream. Ihr habt bekommen dem Link. Und wir wollen bald reden. Herzlichen Dank, seid ins Gesinnt. השונה הבו בירושלים. סי מויכל דניאל. Vier van de gedichten uit de bundel, diegene die aan het begin werden voorgelezen, zullen nu worden uitgevoerd door Antoine Omen, componist hier aanwezig, en Helene Omen van Zang. Hier aanwezig. Ik wil graag nog vermelden dat beiden bij de totstandkoming van de bundel een rol hebben gespeeld die niet te onderschatten is. Antoine Omen, Helene Omen. Thank you.
Thank you.
een van de gedichten van Rivke Basman Ben Chaim heet Lomir Hern Gitte Muziek. Laten we luisteren naar goede muziek. Antoine, Helene, zonder jullie had Rivke letterlijk in het Nederlands niet zo geklonken. Nog in de muziek, nog in de uiteindelijke poëziebundel. Zonder jullie hulp was het iets heel anders geworden. Bepaald inferieur dan het nu is. Ze doen giddish voor een oilem, een überraschung. Ik heb een verrassing voor het publiek. Ik had aangekondigd dat we zouden gaan luisteren naar Gloria Fein-Makkink en mijzelf met voordrachten van enige gedichten uit de hierna aan te schaffen bundel. Overigens. Maar er is iemand anders aan wie ik graag eerst het woord wil geven. Wier boodschap ik gisterenavond heb ontvangen, dankzij haar vriend Roy Greenwald. Ik vraag nu graag de aandacht voor Rivke Basman Ben Chaim zelf. Teure Freund in Amsterdam, mijn hartigste dank. Die Lieder begleiten met Jiddisch, wo der Hoek in dem is David Omer Cohen. Jiddische Lieder kommen zugehen zu mir und sagen mir, bist nicht allein, bist nicht allein. Und der Häuptling dem, sag ich noch einmal, David Omer Cohen, mit der größten Dank. Man sagt, als die Biografie einer Dichter gefindet sich in sein Lied, so mir euch weisen, einige Schures. Wir kennen sie, die stille alte Frau, wo schreibt für sich allein ein jüdisch Lied und neu bestreft, wenn er es versteht, in ihre Wörter den Vergehen, ist sie keinmal nicht allein. Wir sehen in ihr Fenster Licht, in Mitternacht, in Schäuber still Gesicht, wo sie es vertracht und schreibt ein Wort in Nacht herein, ein Lied zum Morgenschein. Wir kennen sie, die sehr moderne Frau, was rät zu uns Cholerik mit Grün und Rot und Blau. Mein Jiddisch, wie gut in Ofen sich hereinweben in dir, der fühlen in jeden Ost, a jeden Wort, dem Wunder von einer Landschaft. Von wann kommt es? Wieder klar, soll sein von teures Jiddisch zerren, sogar von Kindheit Glück mit dir geboren werden. Durch alle feierliche Jahre mit dir verbleiben wie ein Wurzel zu der Erde, wie ein Bäum in Sonn. Göttlich und beschert, an Eigenleibigkeit in dir der Film und Leben davon. Rivke, ich meine, als der Oilem ist im Ganzen ein Zerriederter. Wir freuen sich sehr, als auch, wo du bist, gewinnt Digitalerheit bei uns du. Erscheinem Dank. Dan nu, voordat we overgaan op de overhandiging van de eerste exemplaren. 6 gedichten uit de bundel
voorgedragen door mijzelf in het Nederlands en in het Litvisch-Jiddisch dat zij van huis uit spreekt, hetzelfde dialect als de dichteres, door Gloria Fein-Makink, die niet in Israël is, maar in een ander warm buitenland, Gbindir Mekane. En wij hebben dit gezamenlijk opgenomen, wederom met Unterkeplach, met ondertiteling in het Jiddisch en Nederlands. Gloria Fein-Makink en David Cohen. Shalom Aleichem. Es ist mir eine größere Kovet, euch zu begrüßen auf der Vorleihung von etlichen Liedern von Rivke Bassmann Ben Chaim auf Jiddisch und Niederländisch. Und du bei uns, digitale Reit, ist Gloria Fein-Makink, wo es wird vorleihen die Lieder auf Jiddisch. Shalom Aleichem, Gloria. Shalom Aleichem, David. Es ist mir eine große Kovet, also mir gibt mir die Gelegenheit, echt zu lehnen, etliche Lieder, was man oben zusammen ausgeschrieben von Rivke Bassmann Ben Chaim. Ja. Lümmer lehnen das erste Lied? Ja, weil ich anheben mit Weißt ver was, ver Arje Shamri. Weißt ver was, hab lieb dem Ben, weil wächst und wächst als tiefer. Seine Blätter werden jünger, seine Vögel werden singer, seine Sonnen mehrer, seine Saften klärer. Spiegelt sich in die Farben und vergesst zu sterben. Weet je warum ich hou van de boom? In zijn groei groeit hij al maar dieper. Zijn bladeren worden jonger, zijn vogels worden zangers. Zijn zonnen tallozer, zijn sappen helderder. Door de seizoenen laat hij zich verven en vergeet te sterven. Nog geen mol ben ik niet gewen als hij alleen. Nog niet ik wijn, en niet ik bed. Ik werd een wijze meewer, af spits van masten. Jam und jam, und ich tue auf Lieb, zu kuschen sich mit Wind und Salz. Die Schiff vergesst in Jam von ihren Lasten, nur ich gedenk in Alz. Noch nooit tevoren was ich so allein, maar niet ik ween en niet ik bid. Ik word een witte meeuw en zit bovenop een mast, zie niets dan zee en met een wiekslag laat ik me kussen door wind en weer. Het schip vergeet op de golven zijn last, maar ik weet alles nog, keer op keer. Nächtige Tag, Dormen ich gehen bei Gegenden. Voran als er bitter mich, beim Treffen sich unwieder gesegnen. Darf man er weg, soll der Weg gedenken er trott. Soll das Lied gedenken die Wegen, sollen Jorgen sich hereinringen in sie Korn. Wo nicht verloren, keine einzige Schor. Nächtige Tag, seinen Ergitz, Bruder. Dagen van gisteren. Dagen van gisteren moet je niet willen hervinden. Er schuilt zo'n bitternis in het ontmoeten en moeten ontbinden. Dus moet je op weg. Laat de weg je voetstap onthouden. Laat het lied zich ontfermen over de wegen. Laat de jaren een plaats vinden in het geheugen, waarvan het leven geen uur wordt gesmoord. Ergens leven de dagen van gisteren voort.
Paranazeit. Paranazeit in dir ombreden. Wees niet wen en voor zich begegend. Begegnen als aan min zeit, waar darf ayam verschwenden. Begegnen als aan min zeit, waar darf men als vergessende gedenken. Er is een tijd. Er is een tijd in jou die niet eindigt of begint. Je weet niet waar en wanneer je hem vindt. Om zo'n tijd te beleven, moet je stand houden in vermetelheid. Om zo'n tijd te behouden, moet je alles onthouden in vergetelheid. Den Christenkirche tut man sich allein. Die Tegen was du lost heraus, vom Fuß der Hand, das Feuer was du schlingst rein und wirst nicht verbrennt. Wo ist noch ein Samenkirche daran? In der Chamsimiker Gass, was Mensch meiden sich aus, bist die Einzige, was lost vom Fuß der Hand, Het grootste wonder. Het grootste wonder doen mensen voor zichzelf. Duiven die je laat opvliegen uit lege handen. Vuur dat je kunt verslinden zonder je te branden. Waar is nog zo'n toverij te vinden? In een straat verzengd door woestijnwind. Die de mensen proberen te mijden, ben jij de enige die uit lege handen een duif laat verschijnen. Afgeleme stormen niet reren, men darf zij halten verschlossen, den schlüssel verlieren. Tommer neemst du den gollen bij hand, en er vervieren. Als hij blijft er aan golven, zocht zo de schönste geseder. Men darf niet wetten, geen golven, zal blijven, eder. Het laatste gedicht. Over dromen mag je niet rouwig zijn. Over dromen mag je niet rouwig zijn. Je moet ze opsluiten en de sleutel verliezen. Want als je de droom bij de hand neemt, dan kan hij bedriegen. Maar is hij verborgen, dan blijft hij een droom. En geeft hij je altijd de prachtigste nacht. Een droom moet je niet willen wekken. Laat hem slapen zoals hij is bedacht. Zeer schönen Dank, Gloria. Schönen Dank, heer David. En dan was er een zeer schönen Dank zu Rivke Bassmann Ben Chaim. Dat had ons zo lang leven, lange jaren, zo'n schepperische jaren, zoals ze hadden. Ik dank euch allen van het zuhören. Leidengesinterheit in Mamschersan ins Fachkischfen met ihre vergatten dikke Leder. Dank. Schönen Dank. Dames en heren, het vijfde en afgezien van de drank het laatste onderdeel. Een dankwoord komt en dan een drankwoord. Hier in de zaal aanwezig, mijn geliefde vriend, kameraad Justus van de Kamp. Maker van het Jiddisch-Nederlands woordenboek. De samengreste werterbich van de Rietischer Spraak, wo sie es afaran af der Gurerwelt. Beginnen kan men eens banitsen, of wie men zoekt af Jiddisch-Niederländisch voor koef noen, oftewel kost niks. Maar steunen kan men, en daartoe is de Stichting Jiddische Lexicografie Amsterdam in het leven geroepen.
Hier ziet u de instructies. Wie zou je vinden, dus Wörterbuch. En hier ziet u de werkgroep aan het werk. Justus, Eugène, Mirjam, Eli, die volgen op een afstand, en ikzelf. De twee boeken van uitgeverij Amphora Books en Ascolta Music Publishing zijn bij deze het eigendom van Justus van de Kamp. Waar klikken? Als. Oké. Dat is kleine medinele, dat is nebbigdieke medinele Holland, stolziert met twee zaken in Scheiches met Jiddisch. Niet azoi hom die azoi veel mensen was redden Jiddisch, maar twee zaken. Dat is ene had de Groeser David schon ongeroefen, dat is dat Wörterbuch. En dat andere is euch a mondne Sach, als schon 21 jaar existiert do a periodik. Die Grine Medine, was Willy Brill, Fred Bornstein, Bezeugem und andere haben das gegründet. Sie make schon a viele in Amerika trinken Alkohol, weil sie ist 21 jaar und 76 Nummern von dem periodik. Das ist ein spezieller Nummer, das ist der David Cohen Nummer. Weil er hat bijgetrokken een Galapagos vier zaken. Door was toen die de eerste exemplaar. Zal ik vertalen? Oké, Nederland stelt niet veel voor op Jiddisch gebied tegenwoordig. Zoveel Jiddisch sprekers zijn er niet. Maar twee dingen zijn er toch wel die heel bijzonder zijn. Het ene hoef ik niet te herhalen, daar heeft hij het al over gehad. Maar het andere is dat al 76 nummers lang bestaat er in Nederland een periodiek in het Jiddisch en in het Nederlands, met veel vertalingen. Het is al 21 jaar oud. Het is precies in het nieuwe millennium begonnen. Opgericht door onder andere Willy Brill, Oliver Scholem en Fred Bornstein. En al 76 nummers hebben ze dit volgehouden, wat een grote prestatie is. Dit is een bijzonder nummer. Dit is het zogenaamde David Omar Cohen nummer. Want hij heeft er minstens vier bijdragen aan geleverd. En speciaal voor de mensen die hier zijn en nog niet geabonneerd zijn, is het hier te koop voor slechts 10 euro per stuk. Normaal is het 15 euro. Dus alleen vandaag. Het ligt vandaag. Ik wil graag twee dingen over Justus zeggen. Namelijk ten eerste dat hij zijn boeken is vergeten. Ten tweede in het verlengde daarvan dat ik 2,5 jaar geleden ben begonnen met het leren van Jiddisch en dat ik op geen enkele manier bij machten zou zijn geweest de vandaag gepresenteerde poëzie te vertalen naar mijn moedertaal als er niet toevallig een woordenboek bij mij om de hoek werd vervaardigd waar 30 jaar van dagelijks werk in zit. Dat Justus me ahavas mortge, oftewel uit liefde voor de zaak, heeft verricht. Het Jiddisch-Nederlands woordenboek is een oitzer, een schat zonder weerga. En ook daarvoor een groot applaus. Wie boeken wil kopen, ik zoek ook voor die was kicken zief in der watens. De boeken van Amphora Books zijn vandaag verkocht door Stichting Feest der Poëzie. Simon Mulder, u kunt hem niet zien, want hij zit boven aan het balkon. Alles goede komt van oben, ook in dit geval. Stichting Feest der Poëzie en Simon zal u bij zijn prachtige boekenwinkeltje meer vertellen over de activiteiten daarvan. Maar ik moet vermelden dat Stichting Feest der Poëzie een grote bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming van deze presentatie. En bij alles wat we voor Rivke Bastman Ben Gaïm's poëzie hebben gedaan. Ascolta Music Publishing heeft het behaagd de vier door Antoine Omen gecomponeerde liederen prachtig uit te geven. De exemplaren zijn ook hier naartoe gebracht. Hartelijk dank aan Gerard Goossens dat hij dit wilde doen en voor de aanstaande verkoop en dat je hier vandaag bent, Gerard. Hartelijk dank.
Die bieger van een beest leef ik. Der ikker, die bieger van Rivke Basman Ben Chaim, over ook alle andere bieger wat zij verkopen, kan men gevinden af https://leefik.com voor zeer schappelijke tarieven verzonden via het internet. En de stichting Jiddisch, die hier vandaag is, en de genoemde Griene Medine al 21 jaar het licht doet zien. Ik wil hartelijk bedanken de Rode Bioscoop, meer bepaald Kees van Veldhoven, dat we hier vandaag mochten zijn. En Martijn, heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. Dutch Streaming Partners, meer bepaald Margreet en Cinco, hartelijk dank dat jullie dit hebben willen vastleggen, op het internet verspreiden. De uitgeverijen Hey Levik Verlag van Daniel Galay, Amphora Books en Ascolta Music Publishing. Verscheidene donateurs die het verschijnen van deze bundel hebben mogelijk gemaakt. De Stichting Feest der Poëzie, die tevens een podcast heeft geproduceerd over Rivke Basman Ben Chaim, te vinden op de website van het Feest der Poëzie. De Stichting Jiddische Lexicografie Amsterdam, de Stichting Jiddisch, Daniel Galay, Antoine Omen, Helene Omen, Margaret Omen, Gloria Fijn-Makkink, Simon Mulder, Roy Greenwald, ten laatste en ten eerste Rivke Basman Ben Chaim. Ashaynem dank. En u thuis, hartelijk bedankt voor het luisteren. Wij gaan hier drinken en ik raad u aan hetzelfde te doen.